Welkom bij een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente. Een leerzame en inspirerende boodschap voor deze dag en de rest van de week. Het is woensdag 17 juli. De dagteksten van vandaag komen uit Jeremia 31, vers 33 en Romeinen 9, vers 4. Dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Dat zijn de Israëlieten die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken. Hoeveel contracten sluiten we niet zo af? Voor een vakantie, voor een nieuwe telefoon of voor een verzekering? Soms zetten we zo een krabbeltje. Onlangs heb ik een abonnement voor een krant gesloten. Een vriendelijke jonge man heeft mij ingepalmd, totdat ik over de streep was. Een paar dagen later dacht ik, wat een onzin. Ik lees het toch niet. En dan zeg je het net zo snel weer op. Over andere zaken denken we goed na. Bijvoorbeeld een werkovereenkomst. Dat sluit je meestal niet over één nacht ijs. Want je verbindt je voor lange tijd aan een werkgever. Maar niet voor eeuwig. Als het niet meer past, dan zeg je het ook weer op. Maar God is anders. Wanneer Hij een verbond sluit, dan blijft die bestaan. Bij God bestaat geen herroepingstermijn of een opzeggingsclausule. Het verbond waarover de dagteksten spreken zijn meer dan 4000 jaar oud. En het houdt nog steeds stand. De beloftes van God duren eeuwig voort. Dat betekent niet dat God alles goed vindt wat zijn uitverkorenen doen. God is trouw, niet onderdanig. In de Bijbel lezen we heel duidelijk dat Hij ons oproept om op een goede manier met elkaar en de schepping om te gaan. Het verbond met God houdt in dat ook wij ons best doen. Maar als we de weg kwijt zijn en het niet doen, dan blijft God trouw. Zijn trouw is groter dan onze fouten. Het verbond van God met Israël is het grootste voorbeeld van trouw in de geschiedenis van de mensheid. Ondanks dat Israël de geboden van God steeds weer genegeerd heeft, blijft God trouw. Uiteindelijk heeft God Jezus naar hen toegestuurd, als een ultieme poging om aan hen zijn goede wegen bekend te maken. Maar ze hebben het plan van God genegeerd. Ze hebben de beloofde gezante, de Messias, verworpen. Nu is het einde verhaal, zou je denken. Er is een grens bereikt, uit menselijk oogpunt, maar niet voor God. Zijn trouw blijft eeuwig. Trouwe God, onwrikbaar zijn uw beloftes. U geeft ons niet op, ook al dwalen wij steeds weer af van uw goede wegen. Uw trouw draagt ons en houdt ons vast. Zij is het fundament waarop wij staan. Omdat we weten dat u ons niet laat vallen, komen we bij u en brengen onze fouten voor u. Help ons om goede wegen te kiezen. Amen. Wij hopen dat deze woorden uw kracht en inspiratie geven. Volgende week woensdag is er weer een nieuwe aflevering. U kunt de podcast op het platform van uw keuze downloaden. Volg ons, zo hoeft u geen aflevering te missen. Een gezegende week.